Hier is Takkie. Oma heeft poep. Drop zetten. Bla. Kom maar, loop maar, jonge meid. Hè? Nee. Ja? Wow, wow. Oh. Wat doe je? Oh my god. Kom op, dat dak af. Ik waarschuw niet meer. Nee, van het dak af. Hé, hey, lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste training van Nederland. Jalicia. Jada. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog hierop. Good life! Ja, binnenkort zijn wij op de televisie. Hè, Jason? Ja. Namelijk 18 mei gaan wij naar de ZAP. Wat gaan we bij de ZAP doen, schat? Bewust energie gebruiken. Bewust energie gebruiken. Ja, want wij gaan namelijk nu naar de stad. En dan gaan wij de hele middag offline. Want als je geen internet en geen stroom verbruikt, is het beter voor het milieu natuurlijk. Daar gaan we mee starten. Toch? Maar wat gaan we in de stad doen, lieve schat? Kleren kopen. Kleren kopen? Waarvoor kleren? Voor hoe heet het ook alweer? De communie. Riviano en Divano gaan de communie doen. Volgende week. Dan moeten wij wel leuke kleren hebben om aan te doen, toch schat? Ja, maar hun gaan dan voetballen en wij moeten dan kijken hoe goed ze zijn. Ja, dat klopt. We gaan hun zitten tegen elkaar. Mm-hmm. En hun zitten bij elkaar in het team. Ja, dus we gaan heel even gauw lekker naar de stad. Even leuk kijken voor sandalen, want die hebben ze ook niet meer. Kijken voor kleren, toch? Ja. Wie gaat er mee? Tante Malik en misschien oma. Dus ja. We gaan kijken wie er maar eens mee wil. Ik doe lekker mijn schoenen aan om lekker toch te lopen en als ik mee mag in het veld, kan ik ook makkelijker trappen. Juist jong, we gaan. Check! En natuurlijk willen jullie ook de check doen. Nou, de ZAP heeft namelijk een app waar je heen gaat en dan kan je checken waar je mee dus bewust kan alles doen met de stroom om het goed te gebruiken en zo weinig mogelijk. Hier is Takkie. Takkie, je komt weer hier. Oma, ga je ook mee naar de stad? Ja. Oké. Zullen we dat doen? Ja. Oké. Dan gaan we weer. En jongens, ik zie jullie zo bij de stad. Ah jong, neem je de kar mee? Ja. Naar de auto, hè? Ja. Ja, Antje, daar ben je moe? Ja. Gaan we weer liggen, jongen. Iedereen er klaar voor? Ja. Dan gaan we vertrekken. Wat is nou, oma? Oma heeft poep. Drop zetten. Maar het is zo hard aangekookt. Niet in je oren, niet in je hoofd. Maar we gaan je denk ik toch maar behandelen als een hondje hoor. Ja. Poep op je rug. Oh ja. Tante Monique heeft me eventjes in de winkel doekjes gepakt. Natte doekjes. Oh jongens. Ja. Ik ga er wel vanaf. En gaat jij dan? Gaat het wel af nu? Zo mam. Kijk eens. Dan mag je opeten. Nee. Zat daar een vuilnisbak? De klerenwinkel. Ja, maar we gaan zo naar de winkel in. Kijk, op kleertjes. De klerenwinkel. Ja. Marieke, neem je mee. Wij hebben namelijk kleren gepakt. En tante Marieke gaat ze omkleden. Dus ik ben eens benieuwd. Mama, jij mag niet kijken. Niet? Oké. Okay. En daar komt ze dan. Troffel. De troffel. Wauw. Vind je dat mooi, Jalicia? Ga zelf in de spiegel kijken, schat. Doe het vestje eens open. Vind je dat leuk? Ik vind het ook leuk. Leg het maar op als een pak dadelijk. Ja, kom maar. Spoorlopen. Zo, doe jij eens draaien. Nee, die is niet mooi. Nee. Dat was eigenlijk de jurk die ik dacht voor het feest, maar... Nee, die mag weg.
Jaden? Kijk in mama, Jaden. Oh, maar die is wel stoer, hè? Ja. Nou, ga je maar omkleden. Bij is je tafel. Ja hoor, kom maar. Oké, loop maar, jonge meid. Hè? Nee. Wat doe jij nou? Grapje! Ha, grapje, mama gefop. Ga maar gewoon om, ruilieve. Ja. Jaden is een kleine ondeug. Jaden staat al klaar. Ja! Oh, draaien ze rondje samen. Wat vinden jullie? Mooi. Mooi. Net als de andere had ik een kleur en niet op mijn eigen. Leuk schat. Mooi. Hou hem maar apart. Hoe vind jij hem zelf? Mooi. Top. Zo. Zo. Draai maar eens een rondje. Ja, daar betaal ik een heel mooi truitje voor. Een verrassing dadelijk om te passen. Wauw, draaien. Die vindt mama niet zo mooi. Jawel, kom. Ze is wel mooi. Vind jij die mooi? Want het is toch gewoon aan die knoppen. Ik vind het niks. Ik vind het niet mooi. We kijken dadelijk. Hey, twee kinderen tegelijk. Tada. Mooi. Chic jongen, jij ook. Het volgende. Doe eens openmaken. Het rokje vind ik mooi, het vestje vind ik mooi, maar het truitje vind ik minder mooi. Ja, ook van bloemen. Ja, ik hou wel van bloemen. Vind jij het mooi? Ja, je moet het mooi vinden. Zo vind ik het inderdaad heel erg leuk, Jalisha. Mooi. En jou, Jason. En hi. Ga je me opeten? Nee. En hi. Oh. En hi, kom. En nog. En hi, ook. Mooi, schat. Dat is toch een zwembroek? Nee, dat is een gewone broek. Oké. Okay, nou, hup. Volgende. Tante Monique, heb je nog niet warm? Nee. Wauw. Kijk, hè. Draai je kontjes zien. Vind je het mooi? Ja. Mr. Spider-Man. Ja. Wauw. Ook een Spider-Man, jongen. Cool, schat. Ja, ik heb wel Spider-Man. Geslaagd. En we hebben Spider-Man broek. Hey, chill. Mooi. Leuk. Vind jij ervan? Mooi. Dat is je gewoon van een bloem. Een beetje, toch? Ja. Dat wordt een woord. Dat heb jij. Ja. Jij zei, mama. Ik mag zelf het uit. Ja, we zullen zien. Hey. Maar dat vind ik wel stoer. Dat vind ik wel leuk, jong. Dat wordt hem. Schön. Wacht, ik ben klaar. Mag ik deze? Dat vind ik het heel mooi. Ik vind ik echt stoer. Chic shot. Ja, daar kan je mooi mee dansen met dat kippenkontje. Nou, ga je maar omkleden, liefje. Wauw, schat. Dat vind ik heel goed gekeurd aan die kind. Voor het feest, hè? Vind ik die eigenlijk ook wel goed gekeurd. Echt super mooi. Ja. Dat wordt hem. Nee, we hebben even genoeg gepast. We gaan even kijken wat we willen houden. Wat gaat het worden? Oh my god. Lastige keuze. We hebben kleertjes gehaald. Dan gaan we heel even schoenen halen voor de communie, hè, jongen? Ja. En ja. Vestjes. Nee. Heb ik al een vestje. Nou, op naar de schoenenwinkel. Kijk eens uit. Fixen ze wel leuk? Ja. Weet je het zeker? Ja. En dan gaan we naar het eibekje. Ik heb een paar anderen nog. Hè? Past die, schat? Ja. En wat hebben jullie? Die past wel. Past die wel? Nou, even naar die voet kijken. Die zit niet goed. Dat is beter, schat. Wil je die hebben? Ja. Nou, dan moet je nog één passen. En iets anders dan ben je klaar. Ja! Okay. En? Past wel. Mooi, hè? En? Vind je het mooi? Mooi. Wil je die hebben? Oh, ja. Ik hoef niet eens te vragen. Mama, ik vind die mooier. Zitten ze beter? Ja. Nou, dan pak die maar mee, hè? Allebei. Haha, we zitten weer in de auto. Tante Malika die is al richting huis, want die moest net nog werken. Maar is heel even hier de winkel in. Die moest nog even macaroni halen. Want we gaan macaroni maken vanavond. Dus ja, en dan gaan we zo meteen weer lekker naar huis. En dan kunnen we papa misschien nog even de kleren laten zien. Ja. Ha? Ja. Oké. Okay.
En bij trietjes mogen opblijven. Vandaag gaan jullie op tijd naar bed. Maar goed, even wachten op oma en Gabe. Nou, we zijn eindelijk bij oma aangekomen. Kijk eens wat een zootje, jongens. Echt niet normaal. En in de tussentijd heeft oma al lekker gekookt. Macaroni, maaltijdsalade voor Ruben. En voor Jaden, die lust namelijk geen macaroni. Pizzatjes. Smakelijk eten allemaal! Dankjewel! Moet die naar de stortkoker? Die moet naar de stortkoker. Heb je haast? Ja. Ja? Wow, wow, wow. Wat doe je? Wat doe je? Nou, wacht even. Nee, laat maar liggen. We gaan nog stoffer en blik halen. Doe dat er maar eerst in. Aan de onderkant, aan de hendel, anders zit je vingers ertussen. Want het probleem is, als hier je vingers tussen komen, dan zijn je vingers er echt af. Kom, we gaan stof een blik halen. Goed zo, jong. Veeg alles maar netjes op. En gooi maar gewoon los in de stortkoker. Doen we die gewoon even vast open. Zo, kun je alles in de bak gooien, dan gaat het vanzelf naar beneden. Oh my god. Ja, inderdaad, zegt dat wel. Oh my god. Zit eigenlijk niks in je nek? Ja. Nou? Nee? Kijk eens wat ik hier nog heb. Zeg maar niks, oma. Zeg maar niks. Wat hij gedaan heeft. Zeg maar niks wat hij gedaan heeft. Houd de blik vast. Houd de blik vast. Nee. Laat hem niet leggen, meneer. De blik. Nee, blik neerleggen. En dan vasthouden. Dan kan ik het zo opzetten. Naar de grond drukken. Naar de grond drukken. Ja. Zo, goed zo. Ja. Dan kan je zo alles erop vegen. Ja, dat voelde ik ook. Dan had ik het niet opgegeten. Nee, dat zit niet. Zo, dan doen we maar dicht. Niet de blik erin. Onderaan de hendel pakken, aan de zwarte hendel. Want als je vingers ertussen komen, nogmaals zijn ze eraf. Ja? Kracht, 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 kracht. Dat vindt de buurvrouw leuk. Vindt de buurvrouw leuk. Nou ja, het mag tot 8 uur. Dus. Kom. Is het weg? Nee. Bijna. Nog een keer. Vindt de buurvrouw nog een keer leuk? Nee, niet zo hard hoor. De buren wonen daar, dat is niet zo leuk. Alicia, gooi even alles erin. Maak hem maar dicht. En voorzichtig, hè? Kan ik laten zelf met één hand? Ja. Hey, ze spreken dadelijk oma nog op aan, dat zij zoveel herrie maakt met die klep. Je moet het even twijfelen hier, hoor. Ja, ik ga het wel halen, kom maar. Kom op de dak af. Ik waarschuw niet meer. Nee, van de dak af. En ik waarschuw niet meer. Wie gaat er moppen? Ik! Ja. Daar is de dweil. En daar komt het water. Oké. Dan moet je hier neerzetten de emmer. Stop hem maar in het water en goed uitwringen, ja? Ja. Heel goed, Jaden. Goed zo, nou is Jerisha aan de beurt. Ja, ik ben nog niet klaar. Jij gaat dit later vaak doen. Jerisha. Goed zo, Jerisha. Nou, ook hetzelfde stukje dweilen en dan is het mooi schoon daar. Hoe ga je dat doen? Wow! Ik ga het doen. Nee! Ik doe het zo zelf! Ik doe het zelf. Niet de emmer, hè? Niet de emmer. Heel goed. Beneden denken ze dat het aan het regen is. Dan zijn we klaar. Kom maar, we gaan weer naar binnen. Ik heb gedoucht en ik ruik naar Fristi. Ruik je naar Fristi? Ja. Oh, dat ruikt wel lekker, hè? Fris, die smaakt ook lekker, hè? Ja. Maar je bedoelt, ik ruik fris. Ja. Lukt het met aankleden? Nee. Nee, moet ik helpen? Ja. Zo. Mm. En dan even kijken. Hier, die kijk. Kan ik zelf. Voor je naveltje, die kunnen we nog eens een keer laten zien, hè? Kijk eens, mooi geworden, hè, je naveltje. Er was vroeger een heel dik ei en we maakten daar ons erge zorgen over. Maar uiteindelijk is het toch goed terechtgekomen. Hij zal nog verder gaan slinken. Kijk, hij zal natuurlijk nooit helemaal naar binnen gaan. Maar er zijn meerdere mensen die een lange navelstreng hebben. Ik heb het zelf ook altijd gehad, maar sinds dat ik wat voller ben, heb je dat Witte? Niet meer. Ja. Papa. Ja, ik heb ook, maar ja, die bij mij, kijk, bij mij is een raadje geworden. Ja, de dame zit binnen. Dus. Maar dat zal bij jou later ook wel gaan, jongens. Ja. Dat is toch mooi opgelost, hè? Als je klein was, vroeger toen, had papa zo'n navel als mijn ook. Ja, klopt. Ja. Toen was ik groot. Was jij groot? Ja, als je vroeger klein was. Toen was jij groot? Ja. Zo. Is dat zo? Maar toen
waren Lily groot en wij waren klein veranderd. Oh, dus, oké, dus vroeger was ik net zo klein als jij en toen was jij papa. En we hebben nou omgedraaid. Ja. Het lijkt wel een leuk idee voor een vlogje een keertje te doen, hè? Dan gaan we gewoon omdraaien. Ja. Hey, moet ik jou nog verder helpen? Want je bent wel aangekleed zo, hè? Ik ben helemaal klaar. Ben ik klaar voor? 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 Ben je klaar voor wat? Morgen? Ja. Morgen gaan we op vakantie. Zo, lekker bedje in. Goed zo. Ga jij boven slapen vanavond? Ja. Wil jij het gordijn dichtmaken alsjeblieft? Ja. Dankjewel. Doe deze kant dicht. Zo. Nou, wie wil de vlog afsluiten? Ik. Nou, ga maar in koor. 3, 2, 1. Ik zou het niet. Tot morgen, dan zijn we er weer. Hoi.